allemaal. Wat is het super, super fijn om hier bij elkaar te zijn. En om jullie ook een beetje krapjes tegen elkaar aan te zien. Na al die jaren van afstand. Het is heerlijk om bij elkaar te zijn. En wat ontzettend jammer, zeg ik even tegen iedereen die vanochtend had gepland om met de trein te komen en moest constateren dat de treinen helaas niet konden rijden. We hopen dat jullie meekijken. Fijn dat iedereen die hier is de reis heeft kunnen ondernemen. We zijn hier op een best bijzondere plek, op de tramkade. En die plek is bijzonder omdat de geschiedenis zo bijzonder is. En we hebben allemaal, soms zonder dat we dat wisten, die geschiedenis meebeleefd. Want hier bakten de meisjes van Verkade decennia lang de wafels. Hier draaiden de mensen die bij de Willem II werkten decennia lang de sigaartjes. Het is een plek met een geschiedenis. Een plek met een geschiedenis van Den Bosch en van de Bossenaren. Maar ook een plek met toekomst. Want toen die fabrieken gesloten werden, werd de sleutel niet zomaar omgedraaid en bleef alles leegstaan. Nee, de sleutel werd in handen gegeven van jonge mensen. Mensen die cultuur maken. Maar ook van organisaties die zich inzetten voor een beter Den Bosch voor iedereen. Jonge ondernemers vonden hier een plek. En, ik was er niet bij mensen, ik heb het me laten vertellen, de Brabantse nachten waren hier heel lang. Een plek, kortom, van Den Bosch en van de Bossenaren. En nu staat deze zone, deze tramkade, de spoorzone, weer voor ja, een nieuwe toekomst. Er komen huizen, er komt horeca, cultuur. Maar daar moeten nog belangrijke keuzes worden gemaakt. Want wat voor plek wordt deze tramkade? Voor wie wordt de spoorzone een huis? De woningnood hier in Den Bosch is net als op heel veel andere plekken in Nederland heel erg groot. De gemiddelde prijs van een koophuis is hier gestegen tot 400.000 euro. Je moet hier in Den Bosch 10 jaar wachten op een betaalbaar huurhuis. Dus er zijn heel veel mensen in deze stad die wachten op een fijn, betaalbaar huis. En je zou dus kunnen denken dat juist deze plek waar een nieuwe toekomst wordt gemaakt voor de mensen in Den Bosch, dat juist hier gebouwd zou worden voor al die mensen die al zo lang wachten op een fijn huis dat ze ook nog kunnen betalen. Maar nee. Nee, er wordt hier gebouwd voor de mensen met de grootste mond en de hoogste inkomens. De bestuurders en de projectontwikkelaars hebben ervoor gekozen om voor het grote geld te gaan. Voor dure koopwoningen die zoveel mogelijk geld in het laadje brengen. Het wordt hier gewoon een goudkust. En wie blijven erachter? Nou, we hoorden het net al. Sarah bijvoorbeeld, die kan hier niet wonen, want dat kan ze niet betalen. Mensen met een middeninkomen moeten wachten. Mensen die een betaalbaar huurhuis zoeken, moeten wachten. Mensen zien de wachtlijsten steeds langer worden, terwijl hier op deze mooie, fijne plek dure huizen worden gebouwd. De ongelijkheid in Den Bosch wordt net als in de rest van ons land alleen maar groter. En dat is waarom de komende verkiezingen voor de gemeenteraden zo belangrijk zijn. Want wie trekt er in jouw gemeente aan het langste eind? Voor wie wordt er in jouw gemeente eigenlijk gebouwd? Wie heeft het in jouw gemeente eigenlijk voor het zeggen? Van wie is jouw stad? Van wie is jouw dorp? Dat is de vraag die straks voor ligt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hier in Den Bosch, maar op heel veel meer plekken in het land. In Utrecht, waar de woningnood torenhoog is, maar tegelijkertijd penthouses worden gebouwd waar niemand wil wonen. In Amsterdam, waar vastgoedspeculant Blackstone honderden woningen leeg laat staan. In Wommels in Friesland, waar de bus niet meer kan rijden. Terwijl op heel veel plekken kunnen we zien dat het ook anders kan. Eerlijker, socialer. Hein de Haan, wethouder in Leeuwarden, bouwde leegstaande kantoren om tot huizen, zodat mensen er gewoon kunnen wonen. Martijn Balster investeert in Den Haag in wijken waar mensen het moeilijk hebben
En kies ervoor om te zorgen dat mensen betaalbaar kunnen wonen. Ons kersverse Kamerlid Songül Mütlüer, die was wethouder in Zaanstad, bouwde daar duizenden woningen die mensen kunnen betalen. Ik wil maar zeggen, het is een kwestie van kiezen. En je hebt dan ook de verkeerde keuzes. De verkeerde keuze van D66 om in de hoofdstad meer dure koopwoningen te bouwen zonder badkamer en zonder keuken. En minder betaalbare woningen voor leraren, verpleegkundigen en trambestuurders, die ook gewoon in Amsterdam thuis willen vinden. Je hebt de verkeerde keuze van Rutte 4 om de Groningers in de rij te laten staan, het kinderhartcentrum in die stad te sluiten en ook nog eens de kazerne in Assen dicht te willen gooien. Je hebt de verkeerde keuze om de Limburgers te laten zitten met de ellende van de waterschade van de zomer en steden als Valkenburg het vel over de neus te trekken om het herstel te kunnen betalen. Je hebt de verkeerde keuze van Rutte 4 om de gemeente nog verder af te knijpen door te bezuinigen op de jeugdzorg, op het Volkshuisvestingsfonds voor leefbare wijken voor ons allemaal. Dat zijn niet alleen verkeerde keuzes, het zijn ook gure keuzes. Gure keuzes van mensen en partijen die geen idee meer hebben wat er leeft in ons land. Die hun oren dicht houden voor wat mensen hen willen vertellen. Die niet meer zien wat mensen echt nodig hebben. Geen oog meer hebben voor wat belangrijk is voor ons allemaal. En dus is het heel erg belangrijk dat straks in de gemeente we daar een tegenwicht aan kunnen bieden. En daarom is het zo belangrijk dat je je stem gaat uitbrengen. Dat je je stem gaat uitbrengen op mensen die de dorpen en de steden eerlijker maken, socialer maken. Zoals Pieter Paul hier in Den Bosch, die het aantal betaalbare huizen gaat verdubbelen. Marjolein Moorman in Amsterdam, die door het vuur gaat voor kansen voor alle kinderen in de stad. Youssef Tselik in Tilburg, die het makkelijker maakt om aan het werk te gaan vanuit een uitkering, zodat iedereen mee kan doen. Lynn Rulkens in Roermond, die ervoor gaat zorgen dat de Partij van de Arbeid zich weer laat horen in de raad daar. En jij kunt de goede keuze maken. Het maakt wat uit of je gaat stemmen bij deze verkiezingen. En het maakt wat uit op wie je gaat stemmen. Jouw stem doet ertoe. Want andere keuzes zijn mogelijk in jouw gemeente. En jij bepaalt of het socialer en eerlijker wordt. En jij bepaalt of we de ongelijkheid groter laten worden, of we juist voor gaan kiezen om de tweedeling in onze samenleving tegen te gaan. Jij bepaalt of er gebouwd wordt voor de winsten van de projectontwikkelaars of voor een betaalbaar huis voor ons allemaal. Jij bepaalt of er geïnvesteerd wordt in luxe voorzieningen voor de happy few, of in het tegengaan van armoede, het zorg hebben voor elkaar en in fijne werken voor ons allemaal. En jij bepaalt of er in jouw gemeente, in jouw stad, jouw dorp, of daar geluisterd wordt naar de mensen met de diepste zakken en de grootste mond, of naar de mensen met het grootste hart. En jullie, mensen van Den Bosch, jullie gaan bepalen of deze spoorzone een wijk wordt voor alle Bossenaren, of dat toch de diepe zakken van de projectontwikkelaars gaan winnen. Maar ik weet wat jullie gaan kiezen. Want ook hier in Den Bosch moet iedereen een fijn huis kunnen vinden. Moet iedereen zich thuis kunnen voelen. En dan is er dus geen plaats voor al die schreeuwers. Dan is er geen plaats voor mensen die alleen maar voor het grote geld gaan. Maar dan is er heel veel plaats voor al die mensen met een groot hart voor de stad. Op, nou, 35 daagjes, over 35 daagjes, op 14, 15 en 16 maart kan er gekozen worden. Jij bepaalt wat voor stad Den Bosch wordt. Wij allemaal bepalen van wie onze steden en onze dorpen zijn. Van ons allemaal. Jij bepaalt of de keuze sociaal en eerlijk wordt. En daarom, ga stemmen. Want het moet socialer. Het moet eerlijker. En dat kan. Kies sociaal, stem Partij van de Arbeid. APPLAUS